Settings. Ja. Oh ja. Diploma. Ik heb een zwemdiploma. Lekker hoor. Maar kijk. Is het al 10 jaar geleden? Ja. Ik was 16. Ja, en ik was 15 en Lies vond mij vooral heel irritant. Ja, mij ook. En ik was Lies altijd een beetje aan het plagen. Toen zei mijn moeder op een gegeven moment, heb je wel eens goed naar dat meisje gekeken? Toen ging een lichtje bij me branden. Van, oh, misschien moet ik toch wat aardiger doen. En ja, ik weet niet, op een gegeven moment gebeurde het of zo. Ja. En toen gingen we stiekem kusjes geven in de lift bij de training. En, dachten wij stiekem. Ja, nou ja, dat was natuurlijk niet stiekem. Iedereen had het al door. We zaten in het begin, waren we een para-snowboard team samen met Bibian. En haar droom was om de sport op de Spelen te krijgen. Daar heeft ze zich hard voor gemaakt. En haar droom was ook om in ieder geval jonge kinderen te inspireren en mee te snowboarden en naar wedstrijden te gaan. En eigenlijk, ja, was het onze hobby. Ja, zijn allebei in terecht gekomen. En ik denk een half jaar of zo voor Sochi, dat we samen waren. Dus ja. Eigenlijk alle spelen is al wel als stel meegemaakt. Ja. Want hoe is dat nou als stel? Ja, het is sowieso natuurlijk heel tof als je samen bent met iemand en je passie kan delen, zeg maar. Dat is echt wel heel bijzonder, denk ik. En daarnaast ja, voel ik me wel heel bevoorrecht dat ik Chris hier ook bij me heb. Want... Ja, het is leuk. Het is ook heel spannend. Want ook van de week dan op de bordercross, ik zie Lisa wegstarten. En vervolgens moet ik me klaarmaken. En ja, wat spreek je dan af bijvoorbeeld met de fysio? Wil je horen wat er gebeurt? Wat het resultaat is? Wil je het niet horen? Maar ja, ik zie haar wegstarten en dan zit ik nog wat te kijken en dan ga je verder zelf bezig. Ja, en inderdaad, ja, de mooie momenten die deel je natuurlijk, maar ook de mindere momenten. Is het zeg maar soms ook wel eens lastig dat je met z'n tweeën bent? Ja, het kan ook heel lastig zijn. Bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld het WK had ik op de bordercross, won ik. En Chris die ging echt super goed. Alleen die viel in zijn big final, zeg maar, bij een inhaalactie. Want hij ging gewoon voor het maximale. En dan is het gewoon best wel lastig. Want de een is, je bent eigenlijk allebei blij omdat de een wereldkampioen is geworden. Maar je bent ook allebei niet blij omdat de ander het net niet heeft gehaald. Wat wij willen is het beste uit onszelf halen. En dat is op de Spelen. Maar dat is ook gewoon elke dag in het leven willen wij... Gewoon ervoor zorgen dat wij het beste uit elke dag halen om gewoon het mooiste leven te leiden wat we kunnen leiden. En weet je, dat is het hoogste doel, denk ik. Om gewoon van elke dag te kunnen genieten. Mm-hmm. Zeker. Ja, en ik denk wat wij ook allebei heel erg belangrijk vinden en waar we ook wel bewust mee bezig zijn, is stel over een paar jaar stoppen wij dat deze sport nog op een veel hoger level staat en dat er gewoon, ja, dat het gewoon nog volle bak doorgaat. Ja, dat er nieuwe Nederlanders staan die ons kunnen opvolgen. En dat wij er de aandeel in kunnen hebben dat wij
Ook al is het één iemand kunnen inspireren om te gaan sporten. Het hoeft niet een snowboard te zijn, maar dat in ieder geval dat ze zien maar van... Maar dat we ook iets terug hebben gedaan voor de sport en zeg maar daarin iets achterlaten. Knallen vandaag. Let's go. Dankjewel. Tweede voor het Paralympische Spelen. Wat is je gevoel? Heel goed gevoel. Over mijn eigen race. Uiteindelijk gedaan wat ik moest doen. En alles eruit gehaald wat erin zat. En dat is heel mooi dat het dan een medaille is. Tegelijkertijd ook een beetje mixed feelings natuurlijk met Lisa. Die heeft gewoon keihard voor gewerkt. En zoveel voor gedaan. En ja, dat is soms zo het harde van sport. Maar uiteindelijk, weet je, ze is dubbel wereldkampioen, super trots op haar en deze is ook voor haar. Dus uiteindelijk overheerst natuurlijk trots en een goed gevoel. En ik ben heel blij dat we als Nederland tussen Canada, China, Amerika staan met een medaille. En dat gewoon wel flikken, dus dat is mooi. Dankjewel. Zo, let's go. Ook alweer een beetje jouw mond naar huis, maar ook. Ja. Beetje allebei.